Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Van het westen uit trekt dikkere bewolking het land binnen. Het blijft dan ook een groot deel van de dag grijs. En vooral vanmiddag en vanavond gaat het ook van tijd tot tijd regenen. In de ochtend is het nog wel op de meeste plaatsen droog. Met temperaturen van een graad of 5 in het noorden en 6 of 7 in het zuiden van het land. De wind is matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag neemt de wind toe. Dan lopen de temperaturen op naar acht of negen graden. En van het westen uit gaat het wat regenen. Vanavond loopt de temperatuur zelfs nog wat verder op. Dan gaan we naar de avond met die 9 tot 10 graden. Op veel plaatsen. Er valt af en toe wat motregen. De wind neemt geleidelijk aan wel weer wat in kracht af. Morgen hebben we dan echt een zeer zachte dag: 12 of 13 graden op een enkele plek, zelfs 14. We beginnen meest droog. In de middag gaat het van het westen uit vaker regenen. En dan staat er ook een stevige wind langs de kusten. Met name in het noordwestelijk kustgebied kan de wind zelfs stormachtig worden. Donderdag, vrijdag, zaterdag dan. Het wordt rustiger met wind, maar ook vooral met een neerslag. Want die kansen op neerslag nemen af. De zon schijnt af en toe en de temperatuur gaat langzaam weer iets omlaag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.